Welkom bij het journaal van 7 uur. Noah is gelanceerd als nieuwe zanger. Hij heeft al veel fans, dat vooral bestaat uit gillende meisjes. Hij heeft voor de eerste keer een optreden gegeven. Hij is heel populair en Sam Smith wordt nu live geslagen. Dus vanavond speelt een van de bekendste bands, The Sketch, in Londen. Met als voorprogramma de nieuwe rockgod Noah Flynn, die alle meisjesharten sneller doen slaan. Het is nog 3 uur voordat de show begint en er staan nu al een paar gillende fans die hopen... een glimp van Noah op te vangen. Het wordt dus een heel erg leuke show. Bedankt dat je me naar mijn kamer wou brengen, Penny. Oh, Blake, dat is geen probleem, hoor. Eigenlijk moet ik je iets vertellen. Ik ben al een tijdje verliefd op jou. Je bent zo mooi. Nee, dat is niet waar, Blake. Je bent gewoon dronken. Nee, Penny, ik meen het. Ik kan mijn gevoelens voor jou niet langer bedwingen. Als je zo niet lief naar me lacht, dan smelt ik gewoon van binnen. Stop, Blake. Ga gewoon naar je kamer en rust uit tot je weer nuchter bent. Maar ik... Welkom terug bij VTM News. We hebben Penny uitgenodigd in onze studio, de vriendin van Noah. Zij is de laatste 3 weken ernstig geconfronteerd geweest met bedreigingen. Dus vertel eens, Penny, wat heb je voor het eerst te maken met deze bedreigingen? Dat was de eerste avond van Noah zijn concert van de Europese Tour. Oké, en weet je van wie deze komen? Nee, helaas. De brieven worden altijd ondertekend door de echte waarheid, maar wie dat is, weet ik niet. We zijn wel al naar de politie gegaan, dus ik hoop dat we het snel weten. Dat is al heel goed dat jullie naar de politie zijn gegaan. Heb je laten afspreken door die bedreigingen? Ben je bang thuis alleen of zo? Nee, niet echt, maar je begint toch wel eens te denken hoe dat zou kunnen zijn. En nu is alles oké met jou? Ja, het gaat wel, maar het is toch een eng gevoel. Dat begrijp ik. Oké, bedankt voor naar de studio te komen, om de tijd te nemen om dit gesprek met ons te hebben. En wij zien jullie later terug. Gisteravond rond 19 uur zijn 2 meisjes van Marokka's afkomst lastiggevallen door enkele jongens. Na ondervraging van de jongens hebben zij ook bekend dat ze van plan waren om een voertuig te stelen. Wij schetsen even een beeld van de feiten. Huh, waar blijft die nu wegel? Typisch. Ah, eindelijk, je bent er. Ça va, bro? Ja, mijn ma is weer aan het zagen, hè. Luistert jij niet serieus naar je ma? Dat is een vrouw, kom aan zeg. Je luistert daar toch niet naar, hè? Ja, ze. Broek scheiter. Oh my god, je moet een keer zien. Zie wel een chique bakken, hè. Die wil ik ook wel eens, hè. Ah wel, dan pik we hem dan toch gewoon? Kom maar, gast. Als daar een alarm op staat, zitten we vanavond in een bak. Overdrijf niet, hè. Die rijke stinkies hebben geld genoeg om de nieuwe te kopen. Kom, we proberen dat. Daar ligt geld al. Dan wordt hier een feest, hè. Ziet dat af? Hoe krijg je die hun open, hè? Ziet dat wat, wie dat we daar hebben? Die terugten moeten thuis zitten en eten maken. Ik zal dat daar eens gaan zeggen, zie. Ziet dat blouseje, dat is supermooi. En nu zijn het juist sold, het is nu dat we het moeten kopen. Ja, maar ik weet niet of ik nog genoeg geld heb. Ik kan wel bijleggen als je wilt. Maar het is echt duur, je moet niet hoor. Wat doen jullie hier? Gaat jullie niet aan? Ik ben wel uw broer, hè. Je bent maar een meisje, hè. Vertel het ons nu. Zeg, Abou, het is al goed hoor. Moena, jij moet niet veel zeggen, hè. Zit u zelf hier lopen, precies een hoer. Abou, je moet niet tegen haar beginnen, hè. Ze heeft niks misdaan. Waarom doe je eigenlijk zo? Jullie moeten testen en eten maken. We mochten weg van mama, dus je moet niet zo doen, ze. Jullie moeten mij niet vertellen wat ik wel en niet mag doen, hè. Laat ons dan gewoon gerust, hè. Dan laten wij ook gewoon doen, hè. Nee, ik wil dat jullie nu naar huis gaan. Laat ons gewoon doen. We doen niks verkeerd. Ik ga lippen geven, hè.
Durf niet, hè. Als mama dat te weten komt, ga je echt boel hebben dan. Maakt mij niet meer uit. Ik vertrek toch en jullie zien me nooit meer terug. Och jongen, ga weg met al uw gezever. Rond 1 uur is er in Damascus een aanslag gepleegd. We weten nog niet of dit iets met IS te maken heeft, maar we hebben enkele aanwijzingen gevonden dat wel tot IS kan leiden. Een reporter brengt live verslag uit. Deze middag is er een aanslag gepleegd in Damascus omstreeks 1 uur. Getuigen vertelden ons dat een zwarte golf door de poort reed. Een voetganger wilde deze auto stoppen, maar werd tevergeefs opgeschept door die auto. Deze reed dan ook nog eens in een autobus, waarna die ontplofte. De oorzaak van deze aanslag is nog niet gekend. Ja, ik krijg hier net binnen dat IS deze aanslag heeft opgeëist. Dit was Louise Kallebout vanuit Damascus, live voor VTM Nieuws. Oké, bedankt voor deze informatie. Er is een vordering in de zaak over het jonge jihadkoppel dat naar Syrië is vertrokken. Het gaat over een 15-jarig meisje die woont in Vilvoorde, die met de liefde van haar leven, die 18 jaar is, naar Syrië is vertrokken om daar te gaan strijden. We hebben hier een kennis van Moena die enkele vragen voor ons zal beantwoorden. Over wie zal het gaan? Dus Moena is 15 jaar en zij komt uit Vilvoorde. Zij ging ook gewoon naar school en zij was niet geradicaliseerd. Abu, haar jeugdliefde, was eigenlijk ook niet geradicaliseerd. Maar ze hebben een sheik leren kennen die hen dus heeft kunnen overtuigen om naar Syrië te gaan. Hij had ook aan Moena beloofd dat zij met Abu mocht trouwen. Maar dat is dus allemaal niet doorgegaan. En zij is jihadbruid moeten worden van 3 andere mannen. Zij hebben ook telkens een aanslag opgeëist, met IS dus. En ja. Klinkt dan allemaal wel heel ernstig hoe het daar aan toe gaat in een andere cultuur. Waar naartoe zijn ze gevlucht? Dus zij zijn met de auto gevlucht naar Syrië. Abu was eigenlijk al met het vliegtuig vertrokken, waar niemand wist daar iets van. Moena is later vertrokken met de auto. En de broer van Abu was de beste vriendin van Moena, maar zij wist dus ook van niets. Heeft Moena ondertussen enig contact opgenomen met haar ouders? Nee, want dat was verboden. Ze moesten een gsm daar inleveren. En zij heeft 1 keer kunnen bellen met haar ouders om geld te vragen, maar zij hebben dat geweigerd, waardoor zij ook alle contact heeft moeten verbreken. Waarom zijn ze gevlucht? Dus Moena was dus verliefd op Abu, maar zij heeft dan moeten trouwen met andere mannen, wat zij dus niet wilde. Maar ondertussen heeft zij Abu wel de hele tijd kunnen zien. Hij was ook verliefd op haar en daardoor zijn er wat vonken overgespat. En zij is dus momenteel zwanger van hem. En zij vonden het niet meer fijn om daar te blijven, want zij wisten hoe het eraan toe ging. Moena stond ook op het punt om verkracht te worden door haar leider. En Abu stond op het punt om doodgeschoten te worden door hun leider. Dus zij hebben samen de vlucht genomen met de auto terug naar België. Wanneer is dit allemaal gebeurd? Wel, wij hebben dit bericht gisteren pas binnengekregen dat zij veilig in België zijn. En vorige week zijn ze dus teruggevlucht naar hier. Maar ze hebben er dus wel even moeten overrijden, want van Syrië naar België is niet op 3. Heeft Moena ondertussen nu al een beter contact met haar ouders? Of waar woont zij nu, waar verblijft zij? Zij verblijft nu samen met Abu in een appartementje. Met haar ouders wil ze nog even geen contact. Zij wonen wel terug in Vilvoorde, maar verder weten wij ook niets. Oké, bedankt om naar de studio te komen om onze vragen te beantwoorden. Er zullen wel nog meer artikels en meer evolutie in de zaak komen. Bedankt om naar onze studio te komen. Graag. Nu is het tijd voor reclame. Ik ben meneer De Veer. En ik ben Roos, de framboos. En samen vormen wij het Enex Team. Proef nou de nieuwe smaak van Enex, framboos en peer, nu verkrijgbaar in de winkel. Voor de kinderen is er nou ook Petit Filou in verschillende smaken. Koop nu Enex voor de beste melkproducten van het land. Ligt nu in de winkels. Mama, mijn huis is verstopt. Kom
alsof die meer aan die bloemen ruiken. Gelukkig hebben we gisteren een nieuwe neuspray gekocht. Oh mooi, je bent mijn reddende engel. Emma! Ja, wat is er? Hé, hey, zijn dat die bloemen zo stinken? Je ruikt erin! Flanders neuspray is nu in elke apotheker verkrijgbaar voor elke verkochte. Mama, serieus, de bloemen weg. Ondertussen is Kirsten nog komen bijzitten, de mama van het 4-jarige meisje Holly, die al 2 keer op een onbekende wijze is verdwenen in het park, op straat, overal een beetje. Hallo, dag Kirsten, kan jij ons vertellen hoe Holly eigenlijk is verdwenen de eerste keer? Oh ja, ik was dus druk bezig met mijn werk en ik had eigenlijk een oppas nodig. En ja, Liv die kwam haar dan aanmelden en die had zo direct wel een sterke band met Holly. En Liv vertelde mij dat iemand Holly haar beer een keer had meegenomen. En de tweede keer zat ze dan op een paardenmolen. En van de ene minuut op de andere was die weg. Hè. En Liv die heeft mij verteld dat ze al enkele dreigberichten had gekregen. Haar huisgenoten van haar huisgenoten. Oké, dat hebben wij ook al binnengekregen tijdens de melding van de politie. We weten nog niet zeker wie Holly heeft ontvoerd de eerste keer. Heeft u al meer informatie over misschien Liv kon gedaan hebben of vertrouwt u Liv echt wel? Nee, ik heb geen verdere details. Oké, de laatste vraag. Holly, is zij nu veilig of... Ja, zij is nu veilig thuis bij haar oma en opa. Oké, en hoe gaat het nog met jou? Emotioneel, zwaar. Ja, dat begrijp ik voor moeder. Bedankt om hier naar de studio te komen en ons het verhaal te vertellen over Holly. Verder informatie volgt nog in de kranten en in artikels. 2 dagen geleden is een meisje omstreeks 20 uur van een partyboot gevallen. We weten niet of ze is verdronken of ze nog in leven is. We hebben haar lichaam nog niet gevonden. Dit is Sophia. Zij is 2 dagen geleden, zoals u hebt gehoord, van een partyboot gevallen. Omdat dit al 2 dagen geleden gebeurd is, wordt dit toch wel een onrustwekkende verdwijning. Zij heeft bruin haar en groene ogen. Zij heeft ook een ovaal gezicht. Bij haar verdwijning droeg ze de volgende kledij. Zij droeg een witte t-shirt met zwarte randen. Zij droeg een blauwe jeansbroek met blauwe sneakers. Indien u haar gezien hebt of misschien meer informatie weet, kunt u ons altijd bereiken op het volgende nummer. 053-772-306. U kunt natuurlijk ook altijd gaan naar het dichtstbijzijnde politiestation. Bedankt voor jullie aandacht. Kijk nog even naar Sophia hoe zij eruit ziet. Dit is de volgende robotfoto dat van haar is gemaakt. Tina ging gisteren zelf op onderzoek uit of haar beste vriendin niet vermoord zou kunnen worden. Dijken van Varmer brengt live verslag over VTM Nieuws. Ja, hallo, ik sta hier voor het slachthuis in New York. Het 16-jarige meisje Liv kwam vorige maand uit Nederland naar New York om een semester hier in New York op school te volgen. Ze kwam hier ook om de dood van haar vriendin te verwerken, die vorig jaar omkwam door verdrinking in de buurt van een partyboot. Ze dacht dat het niet om een tragisch ongeval ging, maar dacht eerder aan een moord. Ze ging zelf op onderzoek en kwam vandaag dus in een situatie terecht dat haar leven kon kosten. Zoals ik al zie, ga ik voor een gevel waar het meisje 30 minuten geleden nog aanging en voor haar leven vriezen. Verder informatie volgt nog. Dit was Tijken van Varenberg voor VTM Nieuws. Hey Penny, lang geleden hè? Dag Olly, hoe was het in New York? Oh, heel goed hoor. Maar zeg, ben jij nu ook al verliefd op die ene jongen? Welke jongen bedoel je? Die jongen dat door aan je spiegel hangt, Noah of zo? Oh, die jongen. Wie is er nog op hem verliefd misschien? Megan, zij is dol op hem. Oh nee, maar ik heb die leren kennen in New York. Ben je serieus? Ja.
Dat moet Megan niet weten, of ze flipt veel te hard. Hahaha, Olly, het is tijd dat je weggaat. Ik ben nog een beetje moe. Oké, dan. Tot de volgende keer dan. Ja, dag! We hebben hier de beste vriendin van Penny uitgenodigd, Megan. Megan. Oké, pardon. Dus Megan heeft namelijk ontdekt dat Penny girl online is, op de blog. Dus vertel eens, Megan, hoe heb jij ontdekt dat Penny een blog had? Dus ja, ik hoorde van Olly, dat is Penny's beste vriend en natuurlijk ook mijn beste vriend, dat er een foto van zij en Noah omhoog ging op haar muur. Noah is een zanger. Ah, oké. En ik was zo van, oké dan. Dus ik ben direct naar de computer gegaan en ik heb gekeken en ik zag dat ze een blog had. Girl Online. Dat, ja, het is wel een heftig verhaal. Vind je het erg dat ze het niet aan jou heeft verteld? Ja, tuurlijk. Ze is mijn beste vriendin. En beste vriendinnen zeggen alles tegen elkaar. Klopt, dat begrijp ik wel. Zijn jullie nog vrienden of... Ja, ik weet niet. Ik moet nog eens nadenken. Oké, neem je tijd voor vandaag. Bedankt om naar je studio te komen. Nu gaan we live over naar New York Times Square. Mag ik nog iets vragen? Ja, doe maar. Maak een selfie. Ah ja, dat is goed. Oké, jongens, kut. Oké, bedankt om naar je studio te komen. Dag. Zo dadelijk gaan we het nieuwe jaar in. En dat wordt overal op verschillende manieren gevierd. En hier in New York op Times Square. Dat is je voor de televisie of wat? Ik wil graag de groetjes doen aan mijn mama. Al is al in gezicht. Oké. Kom op mijn baby! Dus op Times Square wordt er straks een heel groot feest losgebarsten. Hier willen we niets van missen. We staan hier nu op Times Square en gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Gelukkig feest! Bedankt Louise Douwe voor de informatie die meebracht uit New York. Dit was het laatste journaal van 19 uur. Dit was Tijke van Varmer voor VTM Nieuws. Bedankt om te kijken en tot morgen. Morgen is daar mijn collega Peter van Hasbroek. Dank u wel. Thank you.